Goed hè? Je bent er weer. Wij zijn er als vrouw Dreesman in Groningen best trots op dat BZN vanmiddag bij ons is. Carola en de heren, van harte welkom bij vrouw Dreesman Groningen. We zien een aantal, grote aantal aanwezigen. Zie je hoe populair de band ook in het noorden is. Wat gaan wij vanmiddag doen? Ik ben bijna niet op. Voor de... Dat zeg maar niet. Ik kan het maar beter gaan wat ik zo doe. Niet? Ja. Voor de eerste 100 mensen is er een gratis premium cd in het kader van de muziek 10.000. Vervolgens kunt u de nieuwste cd van BZN, Symphonic Night 2, kunt u kopen en laten signeren om precies 17:30 vindt voor Groningen de officiële opening plaats van de muziek 10-daagse door de band. En dat zou Carola voor ons doen. En om 17:45 komt er weer een einde aan dit festijn en vertrekt de band weer. Ik dank u wel allemaal voor de komst. Zo. Ik rook een beetje centraal zitten. Rook een beetje van hier. Ja, kom maar. Thank you.
Kees Ra. Corolla geeft Corolla een kans, de jeugd, weet je. Dan doen we Confacette Mameta, dan doen we Oh Marie. En dan doen we Mexican Night. 5 songs. We beginnen om 8:30. Ja, zoiets. Hang me niet op aan 5 minuten. Nee, precies niet. Ik luister bij 12:30. Ik mag blijven leven als ik in de vaart ben. Je neemt alles gewoon op. Ik neem alles gewoon op. Nou, kijk, mijn woorden. Ja, nu wel. Ja. Straks gepakt worden. Ik heb daar geen last van, hè? Ik heb de auto gestaan. Heel moeilijk. Ja, ik heb helemaal geen even. Doe eens even. Nee, heb je geslapen? Nee, het is. Ja, dat is zo. Dat is ook. Maar, mijn fout. Nee, maar weet je het punt is? Ik weet genoeg. Ja, dan ga ik echt een smoesje vertellen. Dat is geen smoesje. Daar ben jij wel goed in trouwens. Ik heb thuis een telefoon, dat hebben jullie ook. Dat weet je niet. Ja, nou, ik neem aan. Nee, maar daar hebben we nog zo'n draai. Maar nu heb je tegenwoordig ook digitale telefoon, dat ISDN-systeem. Dat heb ik vandaag besteld. Toen kreeg ik een meisje van de PTT aan de lijn. Hallo? Ja, mijn keizer Volendam. Ik zou graag dat systeem met meneer willen weten. Maar die auto van Dikke Boer stond al voor de deur. Toen heb ik een half uur nog zitten bellen. Ik denk, ik moet weg, ik ben de grote, mijn haar zit nog niet goed. Daar. Ja. Maar de volgende keer zit het er goed, hoor. Oké. Als ik hier weer kom, houden we je. Dikke Boer is toch niet in de limousine? We zijn in een limousine zijn we gekomen. Is dat een limousine? Een hele grote, zo'n lange witte limousine. Dat is een strijkijzer, die moet gaan we zo halen. Zo even kijken. En wie rijdt dat? Niemand, een vaste chauffeur. We gaan nu naar Rotterdam. Naar Vliegveld, dan gaan we met een vliegtuigje naar Ahoy. En daar worden wij, daar heb je vandaag Lord of the Dance, de opening van Ahoy. En daar worden wij ontvangen. Dat is vast. Dan moet je haar wel goed zitten, dan moet je haar wel even. Die taart zit er goed, hoor. Oké. Corolla gaat me helpen, denk ik. Dan was ze bijna alleen maar helpen in Maar nu is het album uit, dus nu is het ja, waarschijnlijk verkeerd begrepen. En nu komen ineens de tracks van de cd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wat Beatles nummers. Wat Beatles nummers? Ja, wat is er nou dan nieuw? 6:30. Ik kan er niet bij zijn vandaag. Het is uitgerekend de kick-off van de platentiendaagse. Ik zit vandaag in Carré, mijn kick-off van de tour. Dus dat is een klein beetje jammer. Maar jullie daar in ieder geval heel veel succes. Maak er wat van. Toi, toi, toi. En tot de volgende keer. Het is 6:30. Het is 6:30. Dus... Was het dat Hans? Was het dat? Ja, ik weet het. Heeft hij niet genoeg? Ja. Staat er nog meer op Hans? Nee. Nou. Ja. Nog een keer, Hans. Alle mensen denken nog even. Ja. Dat is gewoon echt fantastisch. Lekker in het midden. Ja, kan het wel? Dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Het is 6:30. Helaas, ik kan er niet bij zijn vandaag. Dat is uitgerekend de kick-off van de platentiendaagse. Ik zit vandaag in Carré, mijn kick-off van de tour. Dus dat is een klein beetje jammer. Maar jullie daar in ieder geval heel veel succes. Maak er wat van. Toi, toi, toi. En tot de volgende keer. Oké, Corolla, maak er wat van. Het is 6:30. Het is 6:30. Het is bijna 6:30. Let op. Blijven we een beetje dichter bij elkaar. Ja, geen eerst aan jou. Let op, jongen, let op. Ja. Ze wou helemaal van daar af. Ze wou maar even aftillen. Wou naar Hamer. Zit die vast? Nou, dan vind ik het zo allemaal fantastisch. Hamer op een hele succesvolle muziekdienaars. Is hij zo beter te zien? Ja. Kunnen jullie een beetje zo eromheen gaan staan? Ja hoor. Jongens, even ietsje hoor. Nou, de maand.
Sorry, daar sta je in beeld. Nou, ja, kijk nog even hier graag. Hoe is de radio? Dankjewel. Okay. Nou, groot succes, hè. Groot succes. Ja. Ja, en mensen, jullie allemaal veel plezier met de BZN muziek. Ja. Ja. Niet te laat maken vanavond. Nee. Nee. Nou, waren we wachten dan. Ja. Daar staat ik prettig op. Ik ook. Ja, dit is prachtig. Echt. Zeker. Rolle griezen. Ja, dankjewel. Oké. Gaat hier het blokje? Ja, ja, ja. Hele grijze weer. Kijk, nou is het net vol. Ik wil met jou beginnen. Hartelijk bedankt voor je komst. En voor je succes. Bedankt. Bosje bloemen. Bedankt voor alle goede zorgen. Ja, graag. Even de gast bij nou, goede reis. De techniek staat voor niets. Een vraag mogen stellen. Ja? Ik heb heel wat cd's van BZN. En ook Gold. Dat begint met My Number One. En nummer 3, Wild on Fire. Schitterende nummers. Ik krijg een beetje indruk dat de laatste tijd BZN wat nummers aan het maken is van Moetapa en zo. Waarom niet wat meer melodieuzere liederen? Wat dan? Ja, dat zal ik nog wel zullen weten. Ik mis dat echt een beetje. Hoe neemt u mij niet kwalijk? Hele mooie cd, er staat alles op. Nee, meen ik echt serieus. Waarom maakt deze dan laatst deze weinig meer melodieuze songs? Jammer, hoenpapa. Jouw antwoord geven. Goed. Nou, ik dank u hartelijk hoor. En neemt u mij niet kwalijk, maar het viel me laatst tijd een beetje op. Allemaal hoenpapa, feestnummers. En die houden absoluut niet gezellig. Ik hou meer van nummers als Wheels on Fire en mijn nummer 1, wat veel melodieuzer is. Meer Jack Veerman. Ja. Dan neemt u mij niet kwaad, met is nog zeer veel succes. Maar ik wou toch even zeggen. Ja, excuses. Dat is geen punt hoor. Ja. U hoort nog van ons. Ja. Nou, zitten. Tot ziens. Dat is. Overdenkt. Nee. Ik ben echt niet de enige die daar zo over denkt. Echt niet.